Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag geef ik jullie een inleiding in sensoren. Nu, wij mensen wij hebben zintuigen en met die zintuigen kunnen wij natuurkundige grootheden gaan registreren. Mee kunnen wij dus bepalen of wij een warme tas koffie vast hebben of een koud flesje iced tea. Wij kunnen dus de temperatuur van een voorwerp gaan inschatten. Andere dingen die we kunnen inschatten is, we kunnen bijvoorbeeld ook de lichtintensiteit van uh, het verschil in lichtintensiteit tussen een donkere en een goed verlichte ruimte gaan inschatten, of met onze oren uh, waarnemen waar dat meer of minder geluidsdruk is. Machines die hebben geen zintuigen, maar die hebben sensoren. Sensoren zijn dus kunstmatige. Zintuigen en die kan je zowel in elektronische variant of in een mechanische uitvoering gaan terugvinden. Sensoren gaan dus ook data gaan registreren van natuurkundige grootheden en het doel daarvan is om geautomatiseerde processen te besturen. Sensoren die kunnen wij indelen en dat gaan we voor deze cursus ook doen. Deze cursus is dus vooral opgebouwd op de indeling van meetprincipes. Dus, deze cursus gaat de sensoren aan jullie gaan aanreiken in de volgorde van resistieve sensoren, capacitieve sensoren, inductieve, thermische, ultrasone enzovoort. So een andere manier om sensoren in te delen is eventueel via informatiestructuur. Dus, hebben we analoge sensoren, binaire sensoren. Heb je sensoren waar dat je een hele hoop digitale data van krijgt? Een derde manier voor ze in te delen is qua geometrische grootheid: dus, afstand, hoek. Um, of de positie van een bepaald voorwerp. Wij gaan eerst beginnen met binaire, simpele binaire sensoren, zoals drukknoppen, om dan over te gaan naar de indeling van meetprincipe. Als al die sensoren van meetprincipe zijn afgehandeld, zal ik overgaan naar gewoon de grootheden om jullie bepaalde sensoren uh, aan te leren die dat vaak zullen voorkomen in een IoT setup.